Ja, het is een fantastische leader. Hallo, dames en heren. Goedenavond en welkom bij de allerlaatste net niet nieuwjaarsshow van 2021. De ene allerlaatste net niet nieuwjaarsshow. De show waarbij we het relevante van vandaag proberen te pakken door alles te vergeten wat er gisteren was. Links en rechts van onze gasten die we straks aan gaan kondigen. Zeker. Ja? Nou, we kunnen wel vast zeggen, het is Bernd Ganzenbeef en Pat Smit. Ja. Dan mogen jullie zelf kiezen wie dan wie is. Die gaan pellets plakken zo meteen. Maar ik hoorde al hier uit deze hoek geluiden van, ik geloof niet in wedstrijden. Het gaat om samenwerken. Nee, je hebt nog geen microfoon, je mag nog niet praten. Ik geloof niet in wedstrijden, maar ik geloof alleen in winnen, zei hij toch? Ja, inderdaad. Ja. We hebben straks ook nog Boas van Goalband, die hier gisteren niet was. Nee. Die gisteren niet hier spetterend optreden heeft gegeven, wat zo'n beetje op nummer 1 staat van Korea tot Mexico. We hebben wel Dario natuurlijk. Absoluut. Met een lekker lang gedicht. Dat kan nog wel eens een kwartiertje duren. Extended gedicht. We hebben straks ook nog Atten met Amber. En we gaan nog even onze goede voornemens doornemen. Dat lijkt me een heel goed idee. Laten we beginnen met het gedicht van Dario Goldbach. Dat verdient eigenlijk een klein beetje een inleiding, Dario. Want er is gisteren iets vervelends gebeurd. Er is iets vervelends gebeurd, inderdaad, heel erg. Net nadat ik wegging van de pier gisteren, belde mijn moeder me huilend op. Bleek dat ze was geappt door een nummer die deed alsof ze mij waren. En heeft ze geld overgemaakt naar een oplichter. De classic phishing, hoi mam, sla even mijn nieuwe nummer op. Precies, mijn telefoon was in de wc gevallen enzovoort. Ja. Ja, nee, supernaar. Was dat appje ook op rijm, net als jouw teksten? Ja, dat was het grappig. Het was ongelooflijke proza, was het. Het was 10.000 woorden puur genieten, was het. Ja, ja, ja. Het vervelendste is natuurlijk dat jij een hele sloot geld had kunnen hebben als je het zelf had gevraagd. Ja, precies. Ook nog. Ja. En daarom wilde je speciaal je gedicht aan haar opdragen vanavond. Ja, zeker. En we hebben nog een verrassing voor je zo meteen, dus niet gelijk wegrennen. Oké. Dario Goldbach. Mijn moeder is de liefste moeder van de hele wereld. Als jullie zeggen dat jullie moeder de liefste moeder van de hele wereld is, is dat leuk, maar helaas een leugen. Want als mijn moeder de liefste moeder van de hele wereld is, dan betekent dat natuurlijk automatisch dat jullie moeders minder lief zijn. En nou ja, ik wil niet gelijk iedereen de moeder dissen, maar dat is in dit geval dus volledig onmogelijk. Alvast mijn welgemeende excuses aan jullie moeders. Haatmail mag zoals gewoonlijk in de DM, @DarioGoldbach. Mijn moeder is de best geklede vrouw ter wereld. Haar outfits zijn niet misplaatst op de catwalks van de grote modehuizen. Haar matching skills zijn ongeëvenaard. Ze mag van tattooartiest en notoire veganist Bo Simon van Papanatos bont dragen. Als enige in de hele wereld, omdat ze het zo goed kan. Mijn eigen ongeëvenaarde stijl, waar ik dagelijks door willekeurige voorbijgangers voor word becomplimenteerd, is dan ook direct gebaseerd op de stijl van mijn moeder. Thanks, mam. Mijn moeder kan het beste koken van alle moeders op de hele wereld. Dit is niet zomaar iets, want moeders kunnen over het algemeen, stereotypisch gezien, heel goed koken. Maar het is niet zo goed als mijn moeder. Het is niet alleen de smaak van het eten, het is de geraffineerde keuze van de gerechten, de zorg bij de presentatie. Maar bovenal, de ultieme rust in de keuken. Geen gillende masterchef tafereelen, nee zeker niet. Mijn moeder, zij gooit wat in de pan, schenkt een glaasje chardonnay voor zichzelf in, neemt plaats op de bank en leest nog even een tijdschrift terwijl het suddert. Ze heeft een telepathische connectie met de pannen. De laatste keer dat ze wat liet aanbranden, was nooit. Mijn moeder is razend slim. Ze leest boeken, spreekt Frans, een beetje Russisch, een beetje Arabisch en ze is ook nog goed in Scrabble. Maar mijn moeder is vooral lief voor mij. Ze staat altijd voor me klaar, adviseert me of ik dat nou wil of niet en fungeert als een anker wat voorkomt dat ik wegdobber in een zee van slechte keuzes. Mijn moeder is de liefste moeder van de hele wereld. Dus als ik haar app op een donderdagavond dat mijn telefoon in de wc is gevallen, ik een nieuw nummer heb en of ze even een paar duizend euro wil overmaken, dan doet ze dat. Want haar kind in nood is elke prijs waard. Jammer dat het een stel oplichters waren die mijn moeder hebben geflasht. Klootzakken. Maar fuck it. Ze deed het enkel uit liefde. Het is maar digitaal geld wat niet eens meer in de fysieke wereld bestaat. Het zijn wat eentjes en nulletjes die verschoven zijn. Who cares? Mijn moeder is de liefste moeder van de hele wereld. Hou van je mams. Inpakken en wegwezen. Het is wel weer het bewijs, Dario, dat echt lief zijn, echt liefde hebben voor iemand, dat niet altijd het goede is. Ja. Toch? Ja. Dus minder liefde is wat je zegt.
Nee, meer liefde, nog meer, nog meer. En iedereen nu zijn moeder bellen en zeggen dat dit nooit gaat gebeuren. Dat is denk ik een goed, waarschuwen. Goed advies. Dario, omdat ja, dit is toch misschien wel... want we hebben een hoop slechte verhalen gehoord deze week. En iedereen die met een slecht verhaal komt mag aan ons prachtige Rad van Voortuin draaien. Dit is denk ik met stip het slechtste verhaal dat ik heb gehoord. En ook nog recent. Zeer recent. Dus ja, ik wil je toch vragen om plaats te nemen bij het rad. En we willen je niks opdringen, maar we gaan ervan uit dat je het cadeau aan je moeder schenkt. Heeft je moeder een balkon of een voortuin? Mijn moeder heeft een balkon. Een balkon. Is perfect. Een heel lief balkonnetje. Ik ben heel benieuwd. 3, 2 Ja! Wow. Op de laatste dag gaan we het professioneel aanpakken. Tien! Het is 10. Nummer 10. Wat heb ik gewonnen? We gaan eens even kijken wat je allemaal hebt. Je hebt alles gewonnen. Alles, je mag alles meenemen. Yes. Dames en heren, het is niet normaal. Nee, behalve die potgrond. Behalve die potgrond. Het is 40 liter potgrond. Het is een Boeddha. Hij heeft alles gewonnen behalve die potgrond. Het is ledlicht. Oh, kijk eens, die Boeddha ziet er goed uit ook bij jou. Mijn moeder houdt van Boeddha's. Oh, nou, neem lekker mee. Zelfs die Boeddha lijkt op een schrijver naast jou. Oké, dank jullie wel. Goed, zijn je moeder. Geef die microfoon maar hier. Oké, doei. Ja, en die snavel. Hey, jongens. Strijders van het... Als je een klein beetje wil opendraaien. Slecht waarneembare licht. Oplichters. Ja, sorry. Ja. Hey. Zo. Ja, daar zitten we dan, hè? Ja, naast de hitmakers. Proost, hè? Proost. Proost, jongens. Hoe is het snaveltje dekje? Nou, eigenlijk niet onaardig. Nee. Ja, natuurlijk veel te weinig optreden op het moment. Alles weer door de pleeg gespoeld. Heel december. Maar meer muziek dan ooit gemaakt. Mooie nieuwe dingen in de pijpleiding zitten. Eigenlijk gaan er hele mooie dingen gebeuren, ja. Ik las dat jij ook heel erg veel muziek hebt gemaakt dit jaar, Pet. Ja, ik maak eigenlijk altijd heel erg veel muziek. Alleen wat er dan van uitkomt is meestal maar een klein beetje. Dus laat ik niet te hoog van de toren blazen. Ik breng gewoon één liedje uit volgens mij. Maar is dat ligt een beetje aan hoe het gaat. Je had het wel een heel goed liedje. Ja, je had het over. Ik heb veel dingen gemaakt en dat komt er nu aan. Nee, dat gaat niet allemaal komen. Net als dat ik nog nooit gestoken ben door een wesp. De mannen van de bingo gaan weg, jongens. Ja, doei, dag, jongens. Zie je later. Ja, man, beste wensen. Oh, ja. Ja. Wij zijn wel stil als jullie uitzenden. Ja. Hey, is dat veel of weinig uitbrengen? Is dat onzekerheid, te weinig tijd, te veel geld? Nee, niet, zeker niet te veel geld. Helemaal niet in deze tijd. Ik denk dat ik daar sowieso nog nooit... te veel geld, dat kan nooit te veel geld hebben, toch? Dat is te veel geld. Vind ik het mooi. Ja, dat is mooi. Staan. Ja. Ik denk dat je gewoon creatief moet blijven. Ja. En je moet je nooit volledig afhankelijk maken van hetgene wat je doet. Zeg maar, nu valt alles weg. Ja, dan moet je gaan creatief zijn. Moet je gaan op andere manieren zonder dat je je passie daarvoor opgeeft. Maar wat jullie nu doen is sms'jes sturen naar oudere dames... Van hoi, met Dario. Ik hoor juist ook veel ik zit mensen... In NFT's zit ik. Ik hoor ook een hoop mensen die juist de energie om iets nieuws te maken, dat die is weggevallen, omdat ze de belofte is van nog op te kunnen treden. Ik heb dat al een tijdje gehad, hoor. Ja, zeker. Misschien met releasen, dat je dat wil uitstellen. Totdat je weer daarna kan spelen. Dat zou kunnen. Maar ja, als je kijkt naar jongens van bijvoorbeeld van Goldband, die hebben heel België plat gespeeld, omdat het daar wel mocht. En die hebben gewoon midden in die periode, dat het eigenlijk gewoon zinloos leek, hebben zij wel gereleased en het ging helemaal door het plafond. Direct hetzelfde verhaal, weet je wel. Dus, jongens, we kunnen... Ja, wat is wijsheid? We kunnen twee dingen doen. Ja. We kunnen nog even gezellig doorkeuvelen. Of we kunnen nu, als we wie er weer gaan pallet prakken... Ja. Hoe lang hebben we dan nog? Nu nog 5 minuten, maar we hebben straks nog een kwartier. Wat is straks? Hoe laat is straks? Over een half uurtje. Kwart over negen? Ja. Oh ja, maar dan kunnen we misschien beter nu even nog doorkeuvelen. Of moet jij ergens heen? Moet jij naar Kraaienest? Wat ik wilde oprichten, ik heb natuurlijk de Scheveningen tegen Duindorp. Ja, laten we nou gewoon voor 2022, en dat is niet omdat jij elke dag in een dojo zit en topfit bent en ik ga een anderhalf jaar 13 kilo erbij en alleen maar achter de computer een beetje muziek zit te maken. Maar meer dat we... Ik heb nooit echt van wedstrijdjes gehouden. Ja? Je hebt natuurlijk gewoon tegenstanders. Laten we het nou gewoon samen... Laten we samen die palace er doorheen prakken. Dit is wel mooi, volledig,
vermalen en wel. Dat is toch veel mooier. Ook kijkend naar het nieuwe jaar, weet je wel. Alle politieke kleuren vervagen. Iedereen komt samen. Dat is toch gewoon eigenlijk veel beter. Als het kerst was geweest, dan had alle tent samen echt super mooi geweest. Maar ik denk gewoon toch dat die strijd blijft, weet je. Volgens mij staan ze ook op het strand. Weet je, staan ze hier die torens te bouwen hier zo. En dan dat is toch wie het eerste klaar is. Dus ik denk dat ik wil je wel helpen als jij langzamer bent. Nou, maak jij dus je geen zorgen. Dan doen we het alsnog samen. Ik heb samen, nog nooit één dag maar. Van mijn leven. Dan hebben we ook nog een beetje dat wedstrijdelement. Het is eigenlijk ook hoe dat gaat op het strand. Hè? Want op het moment dat die dingen staan te branden, gaan ze allemaal bij elkaar kijken. Dus eigenlijk is dat... Ik vind het een heel mooi gedachtegoed. Precies. En dat ondersteun ik ook van harte. Maar tegelijkertijd vind ik wel dat het wedstrijdelement behouden moet blijven in dit spel. Maar jij geeft het al aan. Je zegt, je wil mij best wel helpen als ik langzamer ben. Ja, nou, hoor. Laten we daarvan uitgaan. En dan zitten we allebei goed. Ja, toch? We gaan hier nog even over door debatteren. We zijn over, pak een beetje een half uurtje bij je terug met de uitkomst, dames en heren. Want het duidelijk is in ieder geval, de messen zijn geslepen. Ja. Nee, maar de stafels zijn geslepen. Ja, ik ga vast beginnen, ja. We zien jullie terug om 9:15. Terug naar Senji.